Meneer, wat bent u aan het doen? We zijn onze bloemen aan het weggeven omdat we gaan sluiten. Weggeven, niet verkopen? Nee, verkopen doen we niet, want de winkel is hartstikke stil. Dus ja, we kunnen twee dingen doen. Of we gooien alles in de kliko over een dag of twee, drie. Of we delen ze nu hier gewoon bij de pont uit. Mensen erg blij, neem ik aan? Ja, ze reageren heel erg goed. Van binnen huil ik, maar ja, we maken andere mensen heel erg blij. Ja, want u heeft het ook zwaar? Het is heel zwaar. Ja, het is dramatisch. Dus ja, we gaan het zien de komende weken. We kunnen ze weggooien. We maken liever iemand anders blij. Ja, joh. Neem maar mee. Dank u wel. Je staat normaal op een centraal station. Omdat er nu geen kip langskomt, verkoop je dus ook geen bloemen? Nee, er zijn geen toeristen. Er zijn geen mensen die naar het werk gaan. Dus ja, die mis je allemaal. Mensen gaan niet op visite bij oma en opa. Dus al die mensen ben je kwijt. Nou ja, dan is het lockdown. Ja, ontzettend aardig. Ik weet niet waarom. Is dat? Omdat die dicht moet, anders moeten ze weggooien. Oh ja, nou vind ik dat een hele mooie oplossing. En ik vind het een prachtige kleur rode tulpen. Nou Richard, enorm veel sterkte de komende weken, denk ik, hè? Ja, de komende drie weken, denk ik. Dankjewel. Houd het uit. Dankjewel. Doei.